kan Doutzer ook al zingen en Bibi. George misschien nooit meer. En Derks en Gené, die kunnen het zeker. Welkom Mariette bij de privéflits. Zingen is het thema vandaag. Ja. En we beginnen met Doutzer onder de kerstboom. Ja, de engelen van Victoria's Secret zijn een plaatje, maar of ze er een moeten opnemen, dat is nu even de vraag. Ze zingen Jingle Bells. Ja, we gaan kijken. Jingle all the way, hop, move, blah, 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 blah. Jingle all the way. Jingle all the way, oh what fun it is to ride in an open horse's leg. Nou, dat zingen kan ze beter even laten zitten. Die laatste mevrouw had wel twee extra punten, maar... Dat zie jij dan weer, hè? Ja, oké. Okay. Bibi, ja, Bibi vertel. Van O.O. Gerso heeft een single opgenomen. En we gaan een stukje kijken. Ja. Dit is DJ. Het spannendste wat ze gaat doen, want zij hoeft hier niet van rond te komen. Zij zit op de Pabo, wil lerares worden. Dus, ja, vanavond ook weer te zien bij O.O. Gerso, hè? Ja. Oké, George Michael, dat is heel triest nieuws. Ja, dat is heel triest. Hij ligt in Wenen te vechten voor zijn leven. Hè, en juist een zanger, die maakt kans op het verliezen van zijn stem. Hij ligt aan een apparaat, en omdat zijn longen in shock zijn. Maar daardoor worden zijn stembanden komen onder druk en kunnen onherstelbaar beschadigd worden. Ja, en die man kan zo ontzettend mooi zingen. Hè? Laten we nog even een stukje kijken. Look around now. These are the days of the beggars and the choosers. This is the year of the hungry man. Wat een ongelooflijk drama is dit, hè? Ja, dat is zo triest. Moet je nagaan, 30% van de mensen die in zijn positie, zich in zijn positie bevinden, overleeft het maar. En dan nog is bij hem de vraag of, als hij het overleeft, zijn stem het nog doet. En dat is natuurlijk zijn werk. Hij was net weer terug met zijn Symfonica Tour. Dus dat is heel verdrietig. Ja, oké. Okay. Nou, vanmorgen was er een camerateam van de Telegraaf bij Johan Derksen en Wilfred Gené. En die waren in de studio. Vertel. Die gaan een voetbalalbum opnemen in de breedste zin van het woord. Het idee is van Ferdy Bolland. En die is laaiend enthousiast. Ze zeggen, weet je wat, ze kunnen gewoon zingen. Wilfred Gené is karaoke-fan, maar Johan Derksen is country-fan. Nou, maar dat wil ik wel even horen. Laten we even een stukje gaan luisteren. Ja. Zondag zonder voetbal. Ons leven zou toch saai en doelloos zijn. Wat is dit? Naar een wedstrijd in het stadion gaan is prachtig. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de melodie zelf uitgekozen heb, want het is gewoon een heel bekend nummer, wat ik ook al een mooi nummer vond. En Ferdy heeft daar een Nederlandse tekst op gemaakt en ik vind het resultaat voor ons doen verrassend goed. Okie from Muskogee, wat was het nou precies voor nummer? Okie from Muskogee. Oh, gaat Okie over from wat. Kijk, ik werd ook geïnspireerd door jou, door een wat rechtse, bekrompen, ouderwets denkende man. Want ik denk, als ik bij Wilfred wat doe, vind ik dat een mooie song. Ja. Nee, dat is pas echt op mij toegepast. En ik kende hem ook heel goed, Okie from Muskogee. Ja, Muskogee, de titel schiet hem af en toe, maar verder kende ik hem heel goed. Ja. Ja, leuk grapje. Ja, het zijn ook net Peppie en Kokkie. Zij gaan dus op elk nummer zingen, maar er komen ook gastoptredens. Dus Ferdy wilde dat nog niet verklappen. Het album komt sowieso uit de laatste 3 weken van juni tijdens de EK Voetbal 2012. Ja, nou, de heren waren goed op dreven. Kijk nog even een stukje. Wij zijn gewoon alle schaamte voorbij wat dat betreft. Dus in dat opzicht, we hebben net voor het eerst beluisterd. En ik moet ook zeggen, het valt me alleszins mee. Dan geef ik eerlijk toe dat Ferdy kan toveren volgens mij. Dus in dat opzicht heeft hij ons misschien een klein beetje gered. Maar het klonk heel alleszins aardig. Eventueel Songfestival? Nou, Songfestival, dat is niet helemaal ons evenement. Maar als Frans Bauer Ahoy vol kan krijgen, dan kunnen wij de Kuip vol krijgen. Ja, het schaamte voorbij, dat klopt. Nou, we zullen het horen straks in juni 2012. Het is vandaag een hele belangrijke dag voor Dr. Murray. Dr. Murray, die is schuldig bevonden aan de dood van Michael Jackson. Mm-hmm. En hij krijgt vanavond te horen of hij de maximaal 4 jaar krijgt of minder. Ik moet zeggen, ik heb een documentaire gezien en nu blijkt dat... Nee, je twijfelt, hè? Ja, Murray is pissig. Hij zegt, ik zou bij Michael Jackson intern gaan. Hij heeft de klinieken gesloten. Hij is naar alleen gegaan, is daar intern gegaan. Hij zei, het was voor een griepje en een pilletje voor de kinderen. En nu bleek Michael Jackson gewoon veel meer te slikken dan ik wist. En dan krijg je toch een ander beeld. Nou, die documentaire was natuurlijk wel eenzijdig. Dat is natuurlijk alleen zijn verhaal. Michael Jackson kunnen we niet meer horen. Dat klopt, maar ik dacht het hele verhaal te kennen. Maar elk verhaal heeft dus duidelijk 2 kanten. Ja, dat klopt. Ja. Dankjewel. En vanavond is die uitspraak van Dr. Murray. We gaan het horen. Tot morgen. Ja, tot morgen.